China is dit jaar meer in het nieuws dan ooit. De spanningen tussen de Verenigde Staten en China logen hoog op, en daar is een reden voor. Want al vanaf het moment van de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 maakt het land een stormachtige economische ontwikkeling door. Tien jaar geleden al nam het de leidende positie van de Verenigde Staten over als leverancier van de wereld. Ook op de beurs begint China steeds interessanter te worden. Een bedrijf als Alibaba kan moeiteloos mee in het rijtje van Facebook, Amazon, Netflix en Google. Deze dagen is er veel aandacht voor het succes van Elon Musk met SpaceX. Maar wat te denken van ByteDance, een moederbedrijf van TikTok, dat ook al wordt gewaardeerd op 100 miljard dollar. Om meer over China te weten te komen ga ik in gesprek met drie China-experts: Tom Miller, Han Dieperink en Najib Nakat. Tom Miller is senior analist en redacteur van GaveKel, een toonaangevend beleggingsonderzoeksbureau voor instituten. Hij is bovendien de schrijver van twee boeken over China. Han Dieperink is de voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank en tegenwoordig onafhankelijk strateeg. Hij was vorig jaar nog in China en ik ben erg benieuwd wat hij mij kan vertellen. Najib Nakat. Is directeur beleggingen bij Hof Horneman Bankiers en sinds jaar en dag verantwoordelijk voor het China Value Fund. De drie webinars met hen worden gehouden op 3, 10 en 18 juni. En heb je nu ook een vraag voor een van hen? Neem dan deel. Mocht je op die dag of het tijdstip niet kunnen en toch een vraag hebben, stuur die dan naar mij op info at en ik zorg dat ook jouw vraag wordt gesteld.